Een vrachtwagen met stro vliegt even na 6 uur vanochtend in brand op de A2 bij Eindhoven. De brandweer is urenlang bezig met blussen. Daarbij worden 3 kranen ingezet om het brandend stro uit elkaar te trekken. Het verkeer rondom Eindhoven loopt volledig vast. En dat allemaal voor een partij stro, bedoeld voor een paardenevenement in Hulsberg. Daar kregen ze vanochtend telefoon. We hebben vanmorgen een slecht bericht gekregen. Om 6:30 werd ik gebeld vanochtend dat de vrachtwagen met stro die onderweg was naar hier, dat hij op de A2 stond bij Best en in de fik stond. Dus er was paniek even. Want in Hulsberg zijn ze al weken bezig met de voorbereidingen van het paardenevenement. Maar het was wel even schrikken van ja, hoe gaan we dit nou oplossen? Want we hebben dat stro niet alleen nodig voor deze hindernis, maar we hebben het ook nodig voor de stallingstent. Paarden moeten opgestrooid worden. Dus het was wel even paniek. Maar de leverancier zei al meteen, we gaan samenwerken aan een oplossing. En dat betekent dat er later op de dag alsnog een nieuwe lading stro onderweg is naar Hulsberg. Komend weekend kan het Nederlands kampioenschap 2-span dus gewoon doorgaan.